Het zijn niet echt hele grappige teksten. Ik vind niet echt hele grappige teksten. Ik ben twee maas. En ik hoor wat is er in godsnaam aan de hand met ons koude kikkerlijn? Ik weet niet wanneer ik mag beginnen. Oh, sorry. Ik ben Theo Maas en ik kom uit Eindhoven en ik ben 42 jaar. Wat is er in godsnaam aan de hand in ons koude kikkerlijntje? Ja, Partij voor de Dieren, hè? Sentinel. Sorry. Ik had het heel graag willen voorbereiden. Ja, dit is nou even hoe we het nu doen. Partij voor de Dieren? Sentimenteel gedoe. Hè? Ja, hallo, dieren kunnen niet stemmen. Ik kan haar poepen mijn anus niet schoonlikken. We hebben allemaal wel wat. Sorry. Nee, maar dat is nog een keer. Het gaat goed. Partij voor de Dieren. Sentimenteel gedoe. Ik bedoel, dieren kunnen toch niet stemmen? Ja, hallo, ik kan haar poepen ook mijn eigen anus niet afvegen. Hè? Schoonlikken, afvegen. Nee, sorry. Zit ik weer fout. Ik heb die hier voedselkundig weer uit in het bovenlichaam zien. Maar moet het echt bloot? Ja. Maar ik bedoel, je gaat toch niet op het podium bloot staan? Wel? Ik weet het niet, ik wil het wel doen. Babygehuil, als het maar gezond is. Een paar jaar zeg ik ben niet gehaald erachter. Sorry. Het is best koud trouwens hier. Willen wij als mensheid overleven, dan moeten wij vanaf nu radicaal anders doen. Willen wij als mensheid overleven? Ja, sorry hoor. Sorry. Je moet niet zo wat vaak sorry zeggen hoor. Ja, maar normaal bereid ik me voor een casting. Ik sta hier op een blootje voor een camera en me voor. Ja, goed. Gaat heel goed. Gaat hartstikke goed, echt. Zeg niet zomaar. Dat ik dat soort grappen maak, daaruit blijkt juist dat ik anti-antisemiet ben. Zoals ik ook anti-antiliaan ben. Ja? Zo met die blik. Ja, je vraagt het een beetje onhandig. Je zit alles. Wat je zegt, ga je mij vragen aankijken of je het goed hebt gedaan. Ja. Je moet je steeds bevestigen. Ik wil niet dat je daarmee bezig bent. Ik wil dat je die teksten... Maar ik kijk meer voor de reactie, omdat ik denk, is het grappig of niet? Als ik jou zie lachen, dan weet ik dat het goed zit. Ik heb al gezegd dat ik daar niet mee bezig moet zijn. Ik ben gewend. Ik ga je uitleggen hoe humor werkt, Tilo German. Sorry dat ik moet lachen. Maar echt. Ik ben hier als acteur en ik leef me in een rol en dan probeer ik juist wel vanuit daar iets te maken. Dus het wel te voelen. Wat gaan we met de volgende tekst? Ik wil geen doekjes in huis die snoetenpoetsertjes heten! Yes. Wat vond je nou zelf van deze auditie? Ik vind dat heel moeilijk. Ik heb er niet zo'n heel goed... Meestal als ik er niet goed gevoel over hou, dan ben je het ineens. En als ik denk dat ik het heel goed heb gedaan, dan word je nooit teruggebeld. Nou word ik toch niet vaak teruggebeld. Ik krijg altijd een brief. Het duurt heel lang. Okay. Ik ben Theo Maas, ik kom uit Eindhoven, ik ben 42 jaar. Is oké. Wat is er in godsnaam aan de hand met... Is oké, echt. Je hebt best goed gedaan. Hartstikke goed. Oké. Boven verwachting, serieus. Nou, dankjewel. Ja, dank man. Dankjewel.